Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik ga in deze video weer eens iets testen. Ik doe dat regelmatig, ik vind het echt super leuk om te doen. En ik zag op Instagram reclame van dit product van Bourjois voorbij komen. Hiermee kan je oogschaduw in één beweging aanbrengen. En ik dacht echt van, gaat dat wel werken? Ik heb geen idee. En ik dacht, ik ga naar de winkel, ik ga dat kopen en ik ga dat testen voor camera. Want sowieso dat er nog veel meer mensen benieuwd zijn naar dit product. Want ik heb zoiets nog nooit eerder in de winkel gezien. En het leek me echt wel heel leuk om voor camera te testen en te laten zien of het werkt of het niet werkt. Dus ik hoop dat jullie daar ook benieuwd naar zijn. Als je trouwens vaker testvideo's wil zien, abonneer dan zeker op de rode knop hieronder. Vergeet zeker geen like te geven. En dan gaan we zien of dit werkt of niet. Ik heb jullie ingezoomd zodat jullie beter kunnen zien wat ik ga doen. Maar zo ziet het product er dus uit. Het is een ronde verpakking. Als je het open doet, ziet het er zo uit. Je had verschillende kleuren, maar ik vond dit zelf de mooiste combinatie. Dit is een beetje bruin met dan roos. En dat vond ik wel heel mooi. Je had ook nog veel andere kleuren, maar ik vond wel dat ze allemaal heel erg op elkaar leken. Dus hier heb je de oogschaduw en dan hier heb je het apparaatje om de oogschaduw in één beweging aan te brengen. Dit is eigenlijk gewoon een make-up spons. Wat je moet doen is dit hierin leggen en een paar keer heen en weer, zodat er genoeg product op zit. Ik ga eens kijken. Dat ziet er dan zo uit. En dan moet je het stempelen op je oog. En dan moet je het dus stempelen op je oog. Dit is het resultaat. Hier is het niet helemaal goed doorgedrukt. En het is precies een beetje een eyeliner. Dan ga ik het nu voor mijn andere oog ook doen. Dus we gaan terug een paar keer heen en weer bewegen. Nu ziet de donkere kleur er wel mooier uit. Ik zal het daar straks niet goed door de oogschaduw gehaald hebben. En nu gaan we terug eens stempelen. En dit is het resultaat. Ik moet nu wel zeggen dat je niet zo heel veel glitter of zo ziet. En hier heb ik weer dat er geen oogschaduw is. Dus dit is het resultaat ervan. Ik denk dat het wel een mooie basis is. Maar ik ga eventjes mijn kwast toch het een beetje vervagen. Want hier is het bijvoorbeeld niet zo mooi geblend. Als ik dit eventjes doe, dan ziet het er al beter uit. En dit ziet er ook al beter uit. En dit is het uiteindelijke resultaat. Het is echt super subtiel. Ik denk als je net begint met make-up dat dit wel een oplossing kan zijn. Als je oogschaduw wil leren aanbrengen, want dan zie je een beetje het effect. Maar ik denk als je al langer met make-up bezig bent en je hebt ook verschillende oogschaduwpalletjes en zo, dan denk ik niet dat dit echt een toevoeging is. Het resultaat vind ik wel heel mooi en heel natuurlijk. En het is wel iets dat ik zou dragen, gewoon omdat ik wel hou van zoiets natuurlijk. En het kost ook totaal niet veel moeite. Het is gewoon één product dat je overal mee naartoe kan nemen. Ik vond het wel een heel fijn product om te proberen. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening over dit product. Is het iets dat je zou aankopen? Is het iets dat je zou gebruiken? Of laat je het gewoon links liggen? Laat het mij zeker weten in de comments. En dan wil ik jullie heel hard bedanken om te kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dada!